Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en vandaag ga ik je laten zien hoe je een vegan versie maakt van vlamkoeken. En daarvoor heb je nodig vlamkoekendeeg. Nou kan je het zelf maken, er staan allerlei recepten voor op internet. Maar ik ga voor gemak en ik ga voor kant-en-klaar vlamkoekendeeg. Dit is van Tante Fanny. Er staat ook het vegan logo op en verkrijgbaar bij verschillende supermarkten zoals Albert Heijn. Vegan crème fraîche, ik heb die van Oatly, ook bij Albert Heijn gekocht. Plantaardige spekjes van Vivera, mijn favoriet dit moment. Deze kun je in de meeste supermarkten kopen. 1 rode ui en zwarte peper. Daar gaan we. Ik ga als eerste de spekjes bakken. Ik verhit nu even wat olie in een koekenpan. En ik gebruik trouwens maar de helft van het schaaltje spekjes. En die heb ik, zoals je ziet, in een bakje gedaan. En dan met een schaar. Gewoon weg fijn knippen. Je kan ze fijn snijden als je wil, maar ik vind knippen echt zoveel sneller gaan. Ik vind de sliertjes namelijk gewoon veel te lang voor dit gerecht. En nu zijn het gewoon kleine stukjes geworden. Nou, die gooi ik gewoon in de koekenpan. En die bak ik een paar minuten tot ze een beetje krokant beginnen te worden. De oven is nu aan het voorverwarmen op 220 graden. En ik neem het vlamkoekendeeg uit de verpakking. En het is verpakt op een bakpapiervel. Dus dat is handig, dat kun je daar gewoon op laten. Dan rol ik het uit op de bakplaat. En dit is optioneel, maar ik vind het zelf wel mooi door de randen wat op te rollen. Gewoon echt een heel klein stukje naar binnen te vouwen eigenlijk. Dan begin ik met de crème fraîche. Gaat het makkelijkst met een spatel. En dit spreid je zo uit over het deeg. En dan er flink wat zwarte peper overheen. Oké. En dan de spekjes. Die zijn inmiddels afgekoeld. Ik kan ze wel vastpakken. Ik verdeel ook de spekjes overheen. En als laatste de rode ui. Ik heb het in halve dunne ringen gesneden. En dit verdeel je gewoon over de spekjes heen. Ik knip nog wel eventjes de uiteindes van het bakpapier af. Althans één uiteinde, want anders gaat dat verbranden in de oven. Nou, dit gaat nu 15 à 20 minuten de oven in. En zo ziet hij eruit als hij uit de oven komt. Ik ga hem in stuk snijden. Snijden gaat het makkelijkst met een pizzasnijder. Ik snij hem gewoon eerst in lange repen. En die ga ik weer vervolgens door de helft snijden. Oké, ik had dus al een stukje op, maar de camera stond niet aan. Dus je zal denken, waarom is hier een stuk weg? Dat heb ik al opgegeten. Terwijl ik dus dacht dat ik het opnam. Dat was niet zo. Ik neem gewoon nog een stuk, want het is echt super lekker. Het is heel goed gelukt. Zo ziet het eruit. Vegan vlamkoeken. Zo lekker. Het is een soort hele dunne pizza. En die crème fraîche is heel romig en een beetje kazigs bijna. En dan die zwarte peper. Pittige rode ui. Hartige vegan spekjes. Zo simpel. 5 ingrediënten, maar zo lekker. Een kopje soep erbij en je hebt gewoon een hele maaltijd. Ga jij dat nou ook maken? Vergeet er niet een foto van te maken, want dat vind ik super leuk om te zien. Plaats hem op je social media kanaal. Tag me, @wateetjedanwel. En gebruik de hashtag van wat eet je dan wel, zodat ik alle posts bij elkaar kan zien. Dat vind ik super leuk. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!